Dat mist feitelijk een wolk is aan de grond, dat weten de meeste mensen wel. Maar waardoor ontstaat mist eigenlijk? Lucht bevat een vaste hoeveelheid waterdamp. Maar de hoeveelheid is afhankelijk van de temperatuur. Koude lucht kan minder waterdamp bevatten dan warme lucht. En doordat de lucht 's nachts afkoelt, raakt de lucht verzadigd en kunnen er druppeltjes ontstaan die de mist vormen. Dit is in Nederland vaak de reden voor mist. Mist kan ook ontstaan door motregen. Dan zijn de druppeltjes zo klein en licht dat ze als een wolk boven de grond blijven hangen. Mist kan op 3 manieren verdwijnen. 1. De lucht die wordt warmer, waardoor de mist verdampt. 2. Mist kan ook oplossen als het harder gaat waaien. De waterdruppeltjes worden dan weggeblazen naar hogere luchtlagen. En de hoeveelheid water wordt zo over een grotere laag verdeeld. Het zicht loopt hierdoor op. 3. Regen trekt de mist mee naar de grond. Ook dan verdwijnt de mist. We spreken van mist als het zicht tussen de 200 en 1000 meter is. Wanneer het zicht tussen de 50 en 200 meter is, dan spreken we van dichte mist. En is het zicht onder de 50 meter, dan spreken we van zeer dichte mist. Verkeer en mist zijn een slechte combinatie. Er gebeuren vaak ongelukken door het slechte zicht. Spitsstroken mogen niet open als het mistig is. De controlekamers kunnen dan het verkeer op de spitsstrook niet goed bekijken en dus ook niet de veiligheid waarborgen. Veel mensen gebruiken hun mistlamp verkeerd. Alleen bij zeer dichte mist mag je de achtermistlamp aan. Wanneer je mistlampen aan hebt terwijl dat niet nodig is, dan kun je daar een forse boete voor krijgen.